Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we even terugkijken naar het examen wat jullie hebben gemaakt op 20 mei, tijdvak 1. Ja, veel van hetzelfde, veel rakende grafieken aan elkaar, veel raaklijnen. Maar er zaten ook wel hele aardige dingen in. Misschien vonden jullie bepaalde dingen ook wel aardig. Dus laten we even kijken naar het examen. Nou, bla bla bla, 70 punten, 17 vragen, 76 punten, formuleblad. Nou, zo gek veel staat daar niet op. En ze beginnen met de inverse van L en X. En dat is natuurlijk e tot de macht x. Maar ja, het gaat niet alleen over L en X, er zit een getalletje voor. Ze zeggen, de functies fp en gp zijn gegeven door fp is p, L en X en gp is e tot de macht x gedeeld door p, voor p ongelijk 0. Als p is 0, dan deel je namelijk door 0. Dat kan niet. De functies fp en gp zijn elkaars inverse. Bewijs dit. Nou, oké. Fpx is p ln x. En als je een inverse wil vinden, dan maak je van die fx een y. Dan ga je x vrijmaken en aan het eind verwissel je dan x en y. Of je doet het aan het begin, dat maakt niet zoveel uit. Dus laten we even x vrijmaken. Dus we delen even alles door p. Dan staat er y gedeeld door p is ln x. En de uitkomst van de ln is een exponent. Hè? De uitkomst van de ln moet je bij e in de macht zetten om dit te krijgen. Dus x is gelijk aan e tot de macht y gedeeld door p. Nou, nu verwissel je x en y en dan krijg je inderdaad y is e tot de macht x gedeeld door p. En dat is gelijk aan gp van x. Dus ja, die zijn elkaars inverse. Oké, nou leuk. Som 2. Neem p is min 1. Ah, meteen al p gelijkstellen aan een getal. V is het gebied dat wordt ingesloten door de grafieken van f min 1 en g min 1. De x-as en de y-as in figuur 1. Nou, ze hebben een mooie schets gemaakt. Die ga ik een beetje overnemen. Sommige mensen wisten niet wat ze moesten doen met deze som. Jammer. Kost een hoop punten. Dit hier is de x-as en de y-as. Dan heb je hier die gekke log. En die gaat hier gewoon lekker door naar beneden. En die e-macht, die heeft hier zijn asymptoot. En die gaat hier zo lekker omhoog. En nou, dat snijdt elkaar ergens. En dit hele gebied is v. Oké, maar het ene stuk van v heeft dus te maken met g. Dit is g. En het andere stuk van v heeft te maken met f min 1. Tot hier heb ik te maken met g en vanaf hier heb ik te maken met f. Als ik deze oppervlakte wil uitrekenen, dan moet ik het ja, tot hier doen met g en hier tussen doen met f. Dat moet je realiseren. Als je dat niet ziet, dan zijn er al heel veel punten die je niet meer kan halen. We gaan even op zoek naar het snijpunt. En het snijpunt, dat kunnen we vinden met de grafische rekenmachine. Merk op dat er niet in de som staat dat het algebraisch of exact moet ofzo. Dus we hebben hier gewoon onze... Ja, ik ga het even anders doen. Ik ga het met een p doen. Waarom meneer? Nou, omdat ik mijn antwoord op som 3 straks ook wil kunnen controleren. Dus ik doe p, l en x. Zo. En ik doe e tot de macht x gedeeld op p. En dan zeg ik gewoon op het andere scherm dat p gelijk moet zijn aan min 1. Dus dan kan ik p altijd nog veranderen op een ander moment. Dus x gedeeld door p. Zo. Nou, dan stellen we p gelijk aan min 1. En dan gaan we eventjes het schetsje maken. Waarbij de y loopt van de x. De x loopt van 0, nou, van min 1/2 tot 1/2 of zo. Ja. Zo. En de y ook. Dan zouden we het mooi in beeld moeten krijgen. Oké, nou,
dan gaan we het slijpunt zoeken van deze dingen. En dat dus dan moet je invullen. I1 is, dan lig ik hier maar even dat ik gewoon min 1 heb ingevuld meteen. Hè? Anders is het weer zo moeilijk. I2 is e tot de macht min x krijg je dan. En dan zeg ik ook intersect. Geeft. Oké. Intersect van deze twee dingen. Er staan er maar twee in. Guess. En dan krijg ik als antwoord. X is 0,56 puntje, puntje, puntje. En dat stop ik even in A. Dus ik ga hier uit. En dan zeg ik mijn ans. Stop ik. Mijn ans. Stop ik in A. Bij een calc intersect is je antwoord de x. Als ik het wel heb. Dat gaan we nu controleren. Zo. Ja, zie je dat? Dus dat is mooi. Dus nu wil ik eigenlijk de integraal van de g, dus van de e tot de macht min x, wil ik hebben van 0 tot die 0,56 puntje puntje. En ik wil de integraal van die andere functie van 0,56 puntje puntje tot 1 van min ln x. Nou, vanaf hier zou je het algebraisch kunnen doen. Je kunt gewoon primitiveren en een grens invullen, maar ja, dat hoeft niet. Dus we gaan het even doen met f en int. We doen de f en int van 0 tot a van i2. En i2 maak je met second vars. Nee, sorry, met vars ivars function i2. Zo. En dan komt uit 0,43 of zo. Dat slaan we op in b. Kunnen we er straks lekker verder mee rekenen. En die andere, dat is mod f en int van a tot 1 van die i1. Dus dat is vars ivars function i1. Zo. Komt ook een getalletje uit. Dat is 0,11. En als we daar nou AB optellen, of B, we hadden het in B gestopt, zo, dan vinden we ons antwoord 0,54. Merk op dat het in twee decimalen moet. Meneer, kan het ook in één keer? Ja, het kan ook in één keer. Want je kunt met de optie piecewise, kan je een functie definiëren die voor een bepaalde waarde voor x iets anders doet dan na een bepaalde waarde voor x. Dus als je dat doet, dan maak je hem gelijk aan i2. Als x is kleiner dan a. Dus dan doen we gewoon x. En kleiner dan, dat zit in de test, dat is second mod. Dus is kleiner dan of gelijk aan a, laten we het zo zeggen. Zo. Oké. En dan we maken hem gelijk aan i1. Dus vars ivars function i1 als x is, en dan met second mod, ter van a. Dus die i3, de zwarte, zou nu gewoon dat gebied moeten afcirkelen, zeg maar. Ja, mooi hè? Zie je dat hij nu over de blauwe loopt opeens? Nou, en dan kunnen we deze ook integreren. Dan kunnen we de andere integreerfunctie ook gebruiken. Met second optie 7. Gewoon van 0 tot 1. En dan zouden we op hetzelfde getalletje uit moeten komen. Wacht eens even. Oh, nee, nu neemt hij i1. Ik had hem moeten uitleggen dat hij een ander had moeten nemen. Dus nog een keertje. Optie 7. En nou, dan gaat hij standaard i1 doen. Maar dat wil ik niet. Hij moet i3 doen. En i3 moet hij doen van 0 tot 1. Oké. Nou, dan krijgen we dat gebied wat in het examen ook gearceerd is. En dan komen we hopelijk uit op onze 0,54.
Jee, zie je dat? Dus je kan het ook in één keer doen met piecewise, maar dat heeft niemand gedaan. Maar goed, oké, volgende vraag. Er bestaat een waarde voor P, waarbij de lijn I is X de gemeenschappelijke raaklijn is van de grafieken van F en G. Deze situatie is in figuur 2 weergegeven. Bereken exact de waarde voor P waarvoor de lijn I is X de gemeenschappelijke raaklijn is van de grafieken van F en G. Dus eigenlijk raken ze elkaar, maar ze raken ook nog eens I is X. En dat is fijn, want als die dingen elkaar raken, dan krijg je allemaal hele walgelijke dingen met ln en e machten die gelijk zijn. Nou, dat lukt je niet zo makkelijk exact. Maar als het ook moet raken aan I is X, nou ja, misschien is er hoop. Dus laten we even gaan kijken naar de hoop. Dus we gaan zeggen dat gpx raakt aan gewoon I is X. En dan als dit raakt, dan raakt die f, die doet het dan automatisch. Dus nou, wat moet er dan gelden? Dan moet er gelden dat e tot de macht x gedeeld door p gelijk is aan x. Nou, dit is een tamelijk lastige vergelijking. Dat lukt niet zomaar exact. Dus dat is de functie gpx is gelijk aan x. Maar de afgeleide van gpx moet gelijk zijn aan 1. Daar kunnen we misschien wel wat mee. Wat is die afgeleide van gpx? Nou, e tot de macht differentiëren geeft gewoon e tot de macht. Maar je moet ook nog vermenigvuldigen met de afgeleide van de binnenkant. En de afgeleide, de binnenkant is gewoon 1 gedeeld op p. Hè? Want x gedeeld op p is gewoon 1 p'de keer x. Dus de voorfactor van x is 1 p'de. Oké. En nu wil ik dus dat dat e tot de macht x gedeeld op p keer 1 gedeeld op p, dat gelijk is aan 1. Oké, maar, beste mensen, hier staat dat e tot de macht x gedeeld op p gelijk is aan x. Dus ik kan deze vergelijking kan ik gewoon gebruiken om van die gekke e-macht af te komen. Dan krijg ik hier dat x gedeeld op p gelijk moet zijn aan 1. Zie je dat? Want die e tot de macht x gedeeld op p, hier, dat ding, dat is x. Dus hier staat eigenlijk x keer 1 gedeeld op p. En x keer 1 gedeeld op p cijfer is x gedeeld op p. Hey, maar als x gedeeld op p gelijk is aan 1, dan kan ik zeggen, dan weet ik dat hier 1 staat. Dus dan staat er x is gelijk aan e tot de macht 1. Maar als x gedeeld op p gelijk is aan 1, dan is p ook gelijk aan e. Dus als p gelijk is aan e, zou het moeten raken. Goh meneer, wel een beetje een rare redenering hier. Ja, dat klopt. Een beetje aparte berekening. Maar ja, daar is niet zoveel tegen in te brengen volgens mij. Dus we gaan even die e invullen. En die zetten we in p. Weet je nog dat ik de p in de functiedefinitie had gezet? Dus nu kan ik gewoon de hele grafieken veranderen door die p even gelijk te maken aan e. Dan zet ik i3 uit, die hebben we niet meer nodig. En wat gebeurt er dan? Nou, dan hebben we hier de ln. En daar die e macht in. Je ziet nu niet of ze elkaar raken, want daarvoor zullen we toch echt een stukje moeten uitzoomen. Dus dat gaan we doen. Laten we de x max 5 zetten of zo. I max 5. En dan zetten we de gemeenschappelijke raaklijn er ook nog even bij voor de gein. Oké, kunnen we nu wel zien? Denk het wel. Oeh, dat raakt mooi. En dan zit er ook nog een lijn door de oorsprong, rechte lijn, die precies ook nog eens een keer raakt. Fantastisch. Dus het ziet er niet uit als iets wat je makkelijk exact kan. Maar omdat het mooi uitkomt in dit geval, en dat zullen we verderop in het examen nog een keer zien, kan het wel exact. Oké, dat was vraag 3. Gaan we naar de volgende vraag. Letter op het computerbeeldscherm. De rand van de letter A op het computerbeeldscherm is een aaneenschakeling van meerdere krommen. Nou, en ze proberen hier uit te leggen hoe dat werkt. En op ja, eigenlijk leggen ze volgens mij hier pas uit. Ja.
Nee, we gaan eerst om 4 doen en dan laat ik eventjes een klein dingetje zien op Wikipedia, gewoon omdat het grappig is. Oké. In figuur 4, ja, zie je die situatie getekend. Oké, die gaan we even tekenen. Dus 4. Ik heb hier mijn B. En hier heb ik mijn C. En hier heb ik een A. Oké. Okay. A heeft als coördinaten 1 vijftiende en 4 derde. Gadver. Wat een nare breuken. Waarom doe het dan gewoon met symbolen en vul gewoon aan het eind in wat eruit komt. En B heeft coördinaten 1 en 19 tiende. Oké. Okay. 19 tiende, dat is gewoon 1,9 natuurlijk. Maar laten we het even als breuk schrijven. Zo. Dan zeggen ze... Die raaklijn in B is horizontaal. Ja, de richtingscoëfficiënt van raaklijn A is gelijk aan 4. Dus van dit ding is de richtingscoëfficiënt gelijk aan 4. Oké, het punt C is het snijpunt van de twee raaklijnen en speelt een belangrijke rol bij de constructie van comma K. Bereken exact de x-coördinaat van C. Oké, dus we hebben een lijn door A met richtingscoëfficiënt 4. En we willen weten wat hier de x-coördinaat van is. De y-coördinaat is natuurlijk 19, maar wat is de x-coördinaat? Nou ja, er zit niet veel anders op dan even de formule maken van die lijn door A. Dus je krijgt hier y is ax plus b. De richtingscoëfficiënt is 4. Dus hier staat 4x plus b. En hij moet door het punt, door dit punt gaan. Dus als ik voor x 1 vijftiende invul... moet er 4 derde uitkomen. Dus ik krijg 4 keer 1 vijftiende plus b is gelijk aan 4 derde. Maar we werken met vijftiende, dus ik ga alles even keer 5 doen. Dus dan wordt het 20 vijftiende. Ja. Nou, dus dan is b is gelijk aan 20 vijftiende min 4 vijftiende is 16 vijftiende. Dus dat is onze formule voor die lijn. Y is 4x plus 16 vijftiende of 1 1 vijftiende. Oké, maar nu wil ik dat hier 19 tiende uitkomt. Dat wil ik. Want dan zit ik op de goede hoogte. Dus dan is de vraag, wat is x dan? Dus dan moet ik doen, 4x is gelijk aan 19 tiende... ofwel 57 dertigste min 32 dertigste. En dat is natuurlijk 25 dertigste. Oké, ik kom me niet bekend voor het antwoord. Even kijken. Zie je wel, klopt helemaal niks van. Is een mis. Oh, omdat je nog door 4 moet delen. Ja, dat wordt. Oh ja, nou, oké, het zou kunnen. 25 dertigste, ja. En dan moeten we dit nog door 4 delen. Dus 25 dertigste, dat is natuurlijk 5 zesde. Oh ja, dit gaat goed. Gaat gewoon zomaar goed. Dus x is 5 zesde, dat deel door 4. Of 5 zesde keer een vierde. En dan kom je uit op 5 24ste. Dat is dan de x-coördinaat van A. Van C. Deze x-coördinaat staat hier. Goed, dat was de vraag. Nou, leuk. En nu beginnen ze met een heel verhaal. Zeggen, om de comma K te kunnen conserveren, worden behalve 3 vaste punten, 3 bewegende punten, P, Q en R gebruikt. Deze bewegen als volgt. P beweegt eigenlijk gewoon van A naar C met een constante snelheid. Q beweegt van C naar B met een constante snelheid. En dan heb je een lijnstuk PQ en R beweegt over PQ, ook weer met constante snelheid, zeg maar. Waarbij als T is een half is, ben je op de helft, als T een kwart is, ben je op een kwart, enzovoort, enzovoort. Dus nou, daar wou ik heel even iets van laten zien. Kijk, eigenlijk
Dit is een lineaire Bézier-curve. Die loopt gewoon van het ene punt naar het andere punt met een constante snelheid. Dat is saai. Maar een kwadratische curve, die werkt dus zoals ze in dat stukje tekst proberen uit te leggen. Je hebt hier een punt op van P0 naar P1. Die beweegt hier gewoon met constante snelheid overheen, zie je dat? En je hebt ook een punt dat gaat van P1 naar P2. Dat is dit punt. En dat maakt een lijnstukje. Dat is het groene lijnstukje wat hier beweegt. En dat rode punt, dat beweegt dan zeg maar over dat lijnstukje op dezelfde manier. Dus als deze op een bepaald deel is van P0 naar P1, dan is dat zwarte puntje precies op hetzelfde deel van het gele lijntje. En dit is een kwadratische curve, omdat je eigenlijk, je hebt twee lineaire Bézier-kromme en die combineer je dan met elkaar. Maar dit kun je ook doen in de derde orde, met drie punten. Dan krijg je dit. Zie je dat? En die groene lijnen, die doen wat wij net besproken hebben, maar dan doen ze het gewoon nog een keertje extra. Meneer, kan je dat dan nog extra doen? Ja. Je kan het ook nog in de vierde graad doen. En in de vijfde graad. Dus prachtig. En deze dingen die zijn bedacht door een meneer. Even kijken. Pierre Bézier. En die was een ingenieur en die ontwierp auto's voor Renault. En die had mooie krommes nodig en die ging ze op deze manier maken. Dus heel grappig. Je hebt er niks aan nu. Maar op zich geeft het wel wat inzicht in hoe je die dingen maakt. Wat verbaast de opstellers van de som dan ook, dat jullie allemaal dat punt gingen berekenen en tekenen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik zal hem even erbij pakken, het antwoordvel, de uitwerkbijlage. En dan gaan we even doen wat de makers van het examen oorspronkelijk hadden bedacht. Kijk, hier is die. Dus ik haal hem eventjes naar beneden waar we nu bezig zijn. Kijk, bij som 5, eventjes het goede ding, ja. Bij som 5 zeggen ze, teken in de figuur op de uitwerkbijlage het punt R van de bezekering, omdat het hoort met deze 0,25, ligt die werkwijze toe. Oké, nou kijk, dat punt P dat zit op AC op een kwart, dus dan gaan we even meten. En ik meet vandaag niet in centimeters, maar in pixels. Dit is ongeveer 180 pixels, hè? Dus dat is 45 pixels moet ik hebben hier ongeveer. Dat is een kwart. Zo. Dan ga ik hier een puntje zetten. Het is jammer dat hij dan net weg is. Nou, hier een puntje zetten, oké. En van C naar B ga ik dat ook doen. Dus dan gaan we ook meten. Ja. Dat is ongeveer 240 pixels of zo. Dus dat is 60 pixels moet ik dan hebben. Ongeveer hier. En dan ga ik ook tekenen. Hier ongeveer. Hè. En dan heb ik een nieuw lijnstuk. Dat is PQ. Dus nu heb ik mijn P getekend en mijn Q getekend. En de R die zit dan hier op een kwart. Dus dat moeten we dan weer meten. Dit is in totaal ongeveer 160 pixels. Dus dan moet ik hier 40 pixels of zo. Ongeveer. Hier. Zo. En daar moet ik dan mijn stipje zetten. En dan ben ik klaar. Hier ongeveer. Dat is mijn R. Nou, dat moest je doen. En ze hadden gehoopt dat op basis van de tekst die bij deze som stond, dat jullie het allemaal zo zouden gaan doen. Maar de meeste leerlingen die zijn het gaan uitrekenen. Gewoon met de formule die je eigenlijk bij som 6 moet gaan afleiden. En die zijn er toen gaan tekenen. Nou, dat is natuurlijk ook goed. Behalve dat er allemaal hele walgelijke breuken in voorkomen. Dus dat het niet fijn is om na te kijken. Och, arme docent. Maar dit was dus de makkelijke manier. Zonder rekenwerk eigenlijk. Je hebt er iets een paar dingen of vier delen of zo. Hè. Dit was de manier dat ze eigenlijk wilden dat je deze som ging doen. Sommige mensen hebben dat gedaan. Maar de meeste mensen niet. Oké. Gaan we verder. OR is uit te drukken in T, OA, OB en OC. Er geldt voor elke waarde van T dat OR is 1 min T kwadraat plus vector OA plus T kwadraat keer vector OB plus 2T keer 1 min T keer vector OC. Nou, wij hebben geleerd dat vector OR dat gewoon kleine R is met een pijltje en OA kleine A met een pijltje, OB kleine B met een pijltje, OC kleine C met een pijltje. Maar dat is kennelijk niet in alle methodes hetzelfde, dus dan doen ze op het examen doen ze gewoon de
de walgelijke notatie. Dus dat is jammer, maar niks aan te doen. We gaan even deze formule afleiden en ik doe het op een andere manier dan het correctievoorschrift. Dus als je graag wil zien hoe het correctievoorschrift dat doet, moet je vooral daar kijken. Maar ik vind mijn manier vind ik mooier. Dus we gaan uit van de formules die hier gegeven zijn. Bijvoorbeeld OP. En som 6. OP, dus die is gewoon vector P. Ik ga hun notatie niet aanhouden, die vind ik lelijk. Dus gewoon vector P is gelijk aan vector A plus T keer AC. Maar AC, dat is vector C min vector A, weet je nog? En nu ga ik die vector A alvast even groeperen. Dus ik werk hier eigenlijk deze vermenigvuldiging uit. Dat mag hè, bij vectoren. Dus dan krijg je vector A plus T keer vector C min T keer vector A. En dan kan je de A's kan je samen nemen. En dan kom je uit op E min T keer vector A. Plus T keer vector C. Dat is P. Nou, voor Q kun je hetzelfde doen. Q is namelijk, die staat ook in de tekst hier. Q is C plus T keer CB. Dus Q is vector C plus T keer CB. Maar CB, dat is vector B min vector C, weet je nog. Dan kunnen we weer die haakjes uitwerken. Dus dan krijg je vector C plus T keer vector B min T keer vector C. En dan kunnen we de C'tjes en de B'tjes samen nemen. Dus dan krijg je T keer vector B. Ik schrijf eerst vector B en dan vector C plus 1 min T keer vector C. Oké, en hoe zit het dan met R, meneer? Nou kijk, R... Vector R is vector P plus T keer vector PQ. En PQ, dat is Q min P. Dus, nou, vector P, die hadden we al staan. Dat was 1 min T keer vector A plus... Oh nee, wacht even. Nu ga ik moeilijk doen. We gaan eerst die stomme haakjes weer uitwerken. Dus dan krijg je hier, anders is het te veel werk. P plus T keer vector Q min T keer vector P. En dan groeperen we de P's en de Q's. Dus dan krijg je hier vector P vermenigvuldigd met 1 min T. Het is eigenlijk gewoon wat we de hele tijd aan het doen zijn. Dat doen we nu eigenlijk voor de derde keer. Maar steeds met andere symbolen. Dus 1 min t keer vector p plus t keer vector q. Maar nu kunnen we onze definitie van p, onze gevonden waarde in een definitie, invullen, substitueren voor deze p's en q's. Dus dan krijgen we hier 1 min t keer... 1 min t keer a t plus t c plus t keer q. En de q dat was t keer vector b plus 1 min t keer vector C. Oké. Dan werken we die haakjes uit, maar niet alle haakjes, alleen de buitenste haakjes, niet de T's. Dus dan krijgen we hier 1 min T keer vector A plus T keer 1 min T keer vector C plus T kwadraat keer vector B plus t keer 1 min t in vector c. Dus die vector a, hier moet een kwadraat staan. Ik heb het niet opgeschreven, maar het moet er wel staan.
Dus je krijgt 1 min t kwadraat, of 1 min t in het kwadraat, keer a, vector a. En die vector b die heb je alleen maar met je t kwadraat, dus t kwadraat keer vector b. En dan heb je voor c, heb je ja, dit ding en dat ding, maar dat is gewoon twee keer hetzelfde. Dus dan heb je 2 keer t keer 1 min t keer c, en dat is hun formule. En dan heb je de formule zonder dat je allerlei haakjes moet uitwerken voor t en dan weer samenvoegen en merkwaardige producten herkennen en zo. Dus dit is hoe ik hem heb gedaan. Maar hij kan ook anders en dan moet je in het antwoordmodel kijken. Oké, goed. In de rest van deze opgave kijken we naar een ander voorbeeld. Ja, het gaat niet meer om de letter A, het gaat om een mysterieuze andere ding. Coördinaten van A, B en C zijn nu gegeven zonder die walgelijke breuken, dat is fijn. En C is het snijpunt van de raaklijn in A en B, dat is leuk. De Bichet-krommen die kun je berekenen met de formule die we net hebben aangetoond. En dan moeten ze laten zien dat dat punt van die Bichet-krommen dat dat ook bepaalde bewegingsvergelijkingen volgt. Dus ja, eigenlijk moeten we nu gewoon alle gegevens die hier staan invullen in de formule die gegeven is bij som 6. En dan laten zien dat hetgeen wat hieronder in beeld, dat je net niet kunt zien, kijken, dat dit eruit komt. Dus, nou, dat gaan we dan maar doen. Dus, vector r. Ik doe het even in de vectornotatie en aan het eind maken we er opeens een bewegingsvergelijking van. Oké, vector r is 1 min t kwadraat keer OA. OA is 0,4. Plus t kwadraat keer OB, 2,2. En 2t keer 1 min t keer OC. En C, dat was 3,0. Oké, nou, nu zullen we wel die haakjes moeten gaan uitwerken van die t. Dus bovenin krijg je 0, onderin krijg je 4 min 4t kwadraat. Hier krijg je 2t kwadraat keer, en onderin ook 2t kwadraat. Gaat boven, als je een vector vermenigvuldigt met een scalair, hè, met een getal, dan krijg je hem gewoon boven en onder. Dat doen we hier ook, maar dan, hier zie je het niet. Plus, en dan hier krijgen we dan 6t min 6t kwadraat. En hier 0. Dus nou, dit kun je samen nemen. 0 en 2t kwadraat en 6t min 6t kwadraat geeft min 4t kwadraat plus 6t. En onderin krijg je 4 min 4t kwadraat. Wacht eens even. Waarom krijg ik nou iets anders? Dat vind ik niet zo leuk. Ik krijg mijn 4. En zij hebben het over een 6t kwadraat en een min 8t. Oh! Oké. Ja, dat is omdat ik dit kwadraat op de verkeerde plek heb geschreven. Oké, sorry mensen. Dus het kwadraat zit aan de buitenkant. Dus dan krijg ik hier aan de binnenkant. Dan krijg je hier dus die 1 min t. En als je dat uitwerkt krijg je 1 min 2t plus t kwadraat. Dus dan krijg je 4 min 8t plus 4t kwadraat. Ja. En daar doe je dan 2t kwadraat bij. Dus dan krijg je 6t kwadraat min 8t. Plus 4, en dat komt overeen met het gegeven stelsel, zeg maar, de bewegingsvergelijking. Dus dan zijn we blij. Mooi, fijn dat het antwoord gegeven was, anders dan had ik waarschijnlijk niet gemerkt dat ik dit fout had gedaan. Nou, dat is soms even, hè. Bewijs dit met behulp van een formule voor OR. Dat hebben we gedaan. Goed, gebroken sinusfunctie. De functie f is voor van min pi tot pi gegeven door sinus x gedeeld door sinus 2x. De functie g is gegeven door gx sinus x. In de figuur zijn de grafiek van f en g weergegeven. Oké, nou wij gaan ze ook even tekenen. Dus die zooi gaat eruit.
En dan gaan we gewoon eventjes een leuke gebroken sinusfunctie tekenen. Dus dan krijgen we hier sinus van x. En onderin hebben we sinus 2x. Oké, en dan hebben gx is gewoon sinus x. Zo, en dan even het window. X loopt van min pi tot pi. Dus dat doen we dan maar. Zo. En de y. Ja, als ik hem van min 3 tot 3 laat lopen, zit het vast wel goed. Hè? Want die sinus die zit tussen min 1 en 1. Dus dan krijg ik het vast wel mooi in beeld. Nou, krijg ik het mooi in beeld. Of niet? Dit lijkt heel erg op wat ze in de som ook hebben. Is het hoopgevend? Oeh, ja, en het ziet er ook echt uit alsof die raakt. Dat is leuk. Hoezo raakt? Nou, bewijs dat de grafieken van f en g elkaar in twee punten raken. Dus raken. Oké, okay, fx is gelijk aan sinus x gedeeld door sinus 2x. En gx is sinus x. Nou, merk op dat deze functie niet gedefinieerd is als sinus 2x is 0. Sinus 2x kan ik ook schrijven als 2 sinus x cosinus x. Hè? Dat was het regeltje wat in het formulierblad staat. En omdat sinus x ongelijk is aan 0, want anders doet de functie het niet, kan ik hem wegstrepen. Dus dan krijg ik hier 1 gedeeld door 2 cosinus x. Oké, okay, nou, raken betekent dat raken, en het antwoordmodel was zo van, als je nou alleen maar opschrijft dat raken betekent dat fx is gx en f accent x is g accent x, dan krijg je al een punt. In het antwoordmodel krijg je hier normaal geen punt voor, maar als dit het enige is wat je eigenlijk opschrijft en verder gewoon ja, geen hele foute dingen, maar ook niet dat het verder naar het antwoord toe gaat, dan kun je hier één punt voor krijgen, dus dat is leuk. Oké, fx is gx en de afgeleide zijn gelijk. Nou, laten we even kijken naar de functies zelf. Dus dan moet ik hebben dat 1 gedeeld door 2 cosinus x gelijk is aan sinus x. Ofwel, hè, dat 2 sinus x cosinus x gelijk is aan 1. Maar 2 sinus x cosinus x is gewoon weer sinus 2x. Merk op dat ik het weer anders doe dan het antwoordmodel. Maar als je hem volgens het antwoordmodel wil zien, moet je daar vooral kijken. Oké, dus wanneer is de sinus gelijk aan 1? Als de binnenkant gelijk is aan een half pi plus k keer 2 pi. Dus 2x is gelijk aan een half pi plus k keer 2 pi. Dus x is gelijk aan een vierde pi. Plus k keer pi. En als je dan gaat kijken naar het domein, dan moet x dus min 3 vierde pi zijn. En dan trek je 1 keer pi ervan af. Of x moet 1 vierde pi zijn. Dat zijn de twee punten waar ze aan elkaar gelijk zijn. Dat zouden dan ook de raakpunten moeten zijn. Maar ja, dat moeten we nog eventjes aantonen, dat het raakpunten zijn. Dus dan moeten we ook nog even kijken naar die afgeleide. F accent x. Dat is de afgeleide van eigenlijk een half van de cosinus van x tot de macht min 1. He, niet de shift cosinus, maar gewoon 1 gedeeld door cosinus bedoel ik hier. Dat kun je met de kettingregel doen. Dus die min 1 die wordt uitgespuugd, dat wordt min een half. Dan krijg je 1 gedeeld door cosinus kwadraat x. En dan krijg je nog een keer de afgeleide van die erin zit. Dat is de min sinus. He, de afgeleide van de cosinus, de min sinus. Hey, die minnen vallen weg. En je krijgt hier een relatief vrolijk antwoord. Namelijk sinus van x gedeeld door 2 keer cosinus kwadraat x.
En voor G is de afgeleide gewoon gelijk aan cosinus x. Oké, nou, dan moeten we dus deze twee waarden voor x, die moeten we gaan invullen in deze twee afgeleiden. Dus dan moeten we vier dingen gaan uitrekenen. Dus dan moeten we uitrekenen f een vierde pi, f accent een vierde pi, g accent een vierde pi, en f accent min 3 vierde pi, en g accent min 3 vierde pi. En dan moeten die moeten gelijk zijn. En als die twee gelijk zijn, dan raken ze bij 1 vierde pi. Als die twee gelijk zijn, raken ze bij min 3 vierde pi. En dat willen we graag. Dus, oké. De sinus van een vierde pi, dat is gewoon een half over 2. En onderin staat er 2 keer de cosinus kwadraat van een vierde pi. Dat is ook een half over 2 in het kwadraat. Maar kijk, een half wortel 2, dat is gewoon de wortel van een half. En als je het gradateert, krijg je een half en 2 keer een half is 1. Dus hier komt een half wortel 2 uit. Hier komt ook een half wortel 2 uit, want dat is gewoon de cosinus van een vierde pi, een half wortel 2. Dus, oh wat fijn, hij doet het. En hoe zit het dan met die min 3 vierde pi? Nou, dus dan moeten we de sinus van min 3 vierde pi doen. Dat is min een half wortel 2. En onderin krijg je weer hetzelfde verhaal. Hè? Door dat kwadraat doet dat min teken er niet toe. Dus dit wordt gewoon 1. Dus het antwoord wordt min een half wortel 2. Hetzelfde berekening als daar. En bij g, dan moet je gaan kijken naar de cosinus van min 3 vierde. De cosinus van min 3 vierde pi. Heel even kijken. Even spieken. Nee, de cosinus. Ja, dat gaat om de x-coördinaat. Zit inderdaad aan de linkerkant van de y-as. Dus hier verwacht ik inderdaad mijn minder half wortel 2 te hebben. Ja, oké. Dus dit is minder half wortel 2. Maar meneer, mag je dat dan zo bluffen? Ja, je herkent dit getal wel. Je ziet dat het iets is met de half wortel 2. Dus dan zeg je, nou, dit is gelijk, dat is gelijk, dus het raakt klaar. Twee raakpunten. Goed, dan gaan we naar de volgende som. Raaklijn verschuiven. De functie f is gegeven door fx x kwadraat min 2x wortel x plus x met x groter dan of gelijk aan 0. In de figuur is de grafiek van f met haar raaklijn k in de oorsprong weergegeven. De grafiek van f heeft de punten 0,0 en 1,0 gemeenschappelijk met de x-as. Bewijs dat er geen andere gemeenschappelijke punten van de grafiek van f met de x-as zijn. Dus eigenlijk willen we gewoon oplossen fx is 0. En als daar dan, als er dan twee oplossingen van zijn, dan ja, weten we dat hij maar twee punten gemeenschappelijk heeft met de x-as. Dus laten we maar even kijken. Dus dan krijg je x kwadraat min 2x wortel x plus x is 0. Nou ja, dan zou ik even een x buiten haakjes halen. Dus dan krijg je x. En dan krijg je x min 2 wortel x plus 1 is 0. Dit geeft alvast x is 0. Of, ja, dit ding is 0. En dit kan je op twee manieren aanpakken. Je kan zeggen wortel x is p en dan krijg je dan krijg je p kwadraat min 2p plus 1 is 0. Dan kan je hem ontbinden, dus dan zeg je gewoon p min 1 is 0. Ofwel wortel x is 1, dus x is 1. Andere oplossing. Andere manier wat je ook kan doen is, je kan die 2 wortel x even isoleren. Brengen we naar de andere kant. En dan heb je hier staan x plus 1. Dan kan je hem kwadrateren, dan krijg je dus hier 4x. En hier x kwadraat plus 2x plus 1. Dan breng je die 4x naar de andere kant. En dan staat er x kwadraat min 2x plus 1 is 0. En dan kan je gewoon kan je ook ombinden. Dan krijg je x min 1 in het kwadraat is 0. Dus x is 1. Dus ook op deze manier x is 1. Dus allebei ongeveer evenveel werk. Maar in beide gevallen heb je alleen maar je 0 als oplossing en je 1 als oplossing. En nou, dat moesten we laten zien. Dat er maar twee waren. Oké, 10.
bereken een exacte oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafiek van f en de x-as. Oké, nou we gaan eerst even op de rekenmachine kijken hoe dat eruit ziet en wat eruit komt. Dat geeft ons wat zelfvertrouwen als we straks hetzelfde antwoord krijgen. Dus dan doen we hier x kwadraat min 2x wortel x plus x. En dan laten we x lopen van min een half tot anderhalf. En dan kunnen we van 0 tot 1 kunnen we goed zien. En die functie is ook behoorlijk klein, weet ik toevallig stiekem al. Dus als ik hem laat lopen van min een tiende tot 2 tiende, zou ik hem al moeten kunnen zien volgens mij. Hey, dat is niet de bedoeling. Hij loopt nu niet van min een tiende. Kijken, wat is er mis met mijn window? Oh. Min een tiende, hè? Zo. Oké, nou dat lijkt een beetje op wat zij hebben. Oké, nou. En dan moeten we de integraal berekenen van 0 tot 1. Dus dan zeggen we second trace. Dit ding. En dan van 0 tot 1. En dan kom je uit op 0,033333. Dus dat zal dan wel een of andere breuk zijn. Dan weet ik niet of die rekenmachine hier nog een breuk van gaat maken. Want ja, eigenlijk is het geen breuk. Nee. Maar als het nou echt 0,033 met heel veel drieën zou zijn, dan zou je er wel een breuk van kunnen maken. En dan is de breuk die je krijgt 1/30. Dus wij verwachten dat als we dit gaan zitten uitrekenen, dat we uitkomen op 1/30. Nou, dat is leuk. Dus dan gaan we dat nu even doen. Dus x loopt van 0 tot 1. De functie die ik moet primitiveren is x kwadraat min 2x keer wortel x plus x dx. Ja, mensen die het letterlijk nemen dat dit een vermenigvuldiging is met dx, die willen hier per se haakjes hebben. Maar ja, het is niet een echte vermenigvuldiging met dx. Het is gewoon een notatie waarbij het ding tussen het integraalteken en de dx moet worden geprimitiveerd. Dus mijn mening is dat dit ding al werkt als haakjes. Maar sommige mensen zijn zeikerts en die willen dan haakjes. Maar ja, goed. Dat hoeft niet hoor. Dan moeten we dit gaan primitiveren. Dus nou, die 2x wortel x, misschien moeten we die even schrijven als x tot de macht 1/2 om te kunnen primitiveren. Dus x gaat primitiveren geeft een derde x tot de derde. Die x tot de macht 1/2 primitiveren, dat geeft x tot de macht 2/2. Hè? Maar dan moet je hieronder 1 gedeeld door 2/2 opschrijven. En 2/2, dat is 5/2. En het omgekeerde van 5/2 is 2/5, maar dat moet ook nog een keer 2. Dus dan krijg je hier min 4/5. Min 4/5 keer 2/2, dat zou 2 moeten zijn. Nou, probeer dat maar. En dan die x nog even primitiveren, geeft dan half x kwadraat. Evalueren in de grenzen 0 en 1. Nou, als je 0 invult, komt er gewoon 0 uit, dus dat gaan we lekker niet doen. We gaan 1 invullen. Dus dan krijg je een derde keer 1 tot de derde. Min 4/5 keer 1 tot de 2, 1 tweede, dus allemaal 1, plus een half. Nou, daar maken we overal 30ste van. Dus dit is 10/30. We weten immers al dat het iets met 30ste is. Hè? En dan die 5 keer 6, 4 keer 6, 24. Dus min 24/30 plus een half, maar dat is 15/30. Dus dan zie je dat je hier 10/30, 15/30 is 25/30, min 24/30 is precies 1/30. En dat dachten we al dat het zou zijn, dus dat is fijn. Oké, som 11. Er is een waarde van a met a ongelijk 0, waarbij een verschuiving van de raaklijn k over vector a 0 weer een raaklijn aan de grafiek van f geeft. Bereken exact deze waarde van a. Nou, dat is wel een grappige vraag. Maar ja, even kijken. We willen een raaklijn aan dit ding in de oorsprong. Dan moeten we weten wat de afgeleide is. Dus we gaan eerst eventjes die functie differentiëren. F accent x is gelijk aan. X kwadraat differentiëren geeft gewoon 2x. Die x tot de macht 1/2 differentiëren, dat geeft dus 1/2 keer 2, dus 3.
min 3 keer x tot de macht een half. Hè? Anderhalf min 1 is een half, dus dat wordt gewoon wortel x plus 1. Als ik hier 0 invul, hè, in de oorsprong met x is 0, komt er 1 uit. Dus dat betekent dat die raaklijn in de oorsprong heeft richtingscoëfficiënt 1. Die gaan we eventjes erbij tekenen. Zie je dat? Dat is mooi. En nou is de theorie van als ik nou een stukje verder opschrijf, dan zou die hier nog een keer moeten raken. Dus mijn window is niet helemaal goed. Ik ga mijn window nog een stukje uitbreiden. Dit is de grafiek. En hier is die raaklijn. En ja, kijk, hier heeft die richtingscoëfficiënt 1. Hier ergens waarschijnlijk ook. Dus dan kan ik die raaklijn opschuiven en dan zodat die dan hier raakt. Dus ik ga eerst kijken wanneer ik nog meer richtingscoëfficiënt 1 heb. En dan moet ik nog kijken hoe ver die lijn dan daadwerkelijk is opgeschoven. Sommige mensen hebben wel dit punt berekend. Maar die dachten dan dat de x-coördinaat van dit punt A was. En dat dacht ik in eerste instantie ook. Totdat ik het op mijn rekenmachine ging tekenen en dacht van, oh shit, hij doet het nog niet helemaal goed. Oké. Wanneer is de richtingscoëfficiënt 1? Dus ik wil dat dit gelijk is aan 1. Nou, als 2x min 3 wortel x plus 1 gelijk is aan 1, dan moet 2x gelijk zijn aan 3 wortel x. Dus dat kun je kwadrateren. Dan krijg je 4x kwadraat is gelijk aan 3x. Dan delen we door x, want x was toch geen 0. Hè? Want 0 wisten we al. Dus dat delen we lekker door x. Dus dan krijgen we x is 3 vierde. Oké, wat heb ik hier verkeerd gedaan? Oh, ja, 9, die 3 moet ook in het kwadraat, hè? Dat wordt 9. Dus x wordt 9 vierde, ofwel 2 1 vierde. Dus dit punt is 2 1 vierde. Dus ik ga heel even een schetsje maken om te laten zien wat we tot nu toe weten, wat we hebben gedaan. Oké, dus hier is onze mooie grafiek zo. En dit punt, dat zit bij 2 1 vierde. Hier is de richtingscoëfficiënt 1. Dus hier kan ik een raaklijn maken. Zo. En ik wil eigenlijk gewoon weten hoe ver dit is. Dus ik moet nu nog eigenlijk even uitrekenen hoe hoog je zit. En dat moeten we dan hier even nog van die 2 1 vierde afhalen. He, want deze dingen zijn even groot. Want de richtingscoëfficiënt was 1. Dit is een rechthoekige gelijkbenige driehoek. Dus we gaan in onze oorspronkelijke functie f, gaan we die 9 vierde even invullen. Dus niet x, maar 9 vierde. Oké. Zullen we het even op met trace doen? Als er een mooi getal uitkomt, kunnen we bluffen dat we het hebben uitgerekend. Hè? Ik snap niet waarom die niet tekent. Meestal als je trace doet, dan tekent hij toch het punt. Ik zit misschien buiten het. Hij is hier nog niet stijl genoeg. Ik zit buiten mijn window. Ik ga mijn window nog even een stukje groter maken. Zo. Oké. Hier bij 2¼ zou die gelijk moeten zijn. Dus als ik nu doe trace 9 vierde, krijg je dit getal eruit. Dat ziet er niet heel vriendelijk uit. Maar wij kunnen aan onze rekenmachine vragen om hier een breuk van te maken. En dan kom je uit op 9 zestiende. Dus je kunt het gewoon braaf invullen in f. Je kan ook doen alsof je dat hebt gedaan door te zeggen dat 9 zestiende uitkomt. Dus die hoogte hier is 9 zestiende. En die moet er nog van af. Dus dan krijg je 2 1 vierde, ofwel 9 vierde min 9 zestiende. Nou, die 9 vierde kunnen we natuurlijk keer 4 doen, boven en onder. Dan krijg je 36 zestiende min 9 zestiende. En dan is je antwoord 27 zestiende. Nou, dat kunnen we dan even testen. Dus nu gaan we deze x tekenen, maar dan x min 27 zestiende.
Hey, maar meneer, u schrijft de grafiek 2716 omlaag. Is dat dan hetzelfde als 2716 naar rechts? Ja, dat is hetzelfde. Kijk maar. Zie je dat? Hoezo is dat hetzelfde? Nou ja, als je naar rechts schuift, moest je de x vervangen door x min hetgeen wat je naar rechts schuift. En bij zo'n lineaire lijn met richtingscoëfficiënt 1 is naar beneden schuiven hetzelfde als naar rechts schuiven. Mensen met economie weten dat wel, hè? De vraaglijn en de aanbodlijn, dat schuift dan op en bla bla bla, weet je wel. Hetzelfde idee. Hij raakt prachtig, dus we hebben het goed gedaan. Fijn. Dan gaan we naar de volgende som. Vulkaan! Ja, de vulkanensom, de wiskunde A-som. Hè, eigenlijk met een hoop tekst, maar de berekeningen zijn niet echt wiskunde A. Er komt rotzooi uit zo'n vulkaan en dan kun je dan een model maken van de baan. Sommige dingen worden een beetje recht omhoog geschoten en die komen dan dicht bij de vulkaan neer. En andere een beetje opzij en die komen dan wat verder. Hartstikke leuk. De weegschaalvergelijkingen van zo'n stukje rommel hangen af van de richting waarin de lavabom tijdens de uitbarsting wordt weggeslingerd. In het model worden de volgende bewegingsvergelijkingen als uitgangspunt genomen. Alpha is de hoek die de baan van de lavabom op het moment van wegslingeren maakt met de horizontale lijn. Hè, waarbij die hoek tussen 0 en pi zit, tussen 0 en 180 graden. T is tijd een seconde. T is het startmoment en xt uit deze in meters. Nou, hartstikke leuk allemaal. En nou kan je dat stelsel, daar kan je iets mee rotzooien om die t eruit te halen. Dat is wat ze hier doen. Hè. Je hebt een x als functie van t en een y als functie van t. En dan zeggen ze van ja, maar je kan het ook zonder t doen. Dan gaan we kijken of we dat kunnen. Som 12. Oké. Okay. Mijn x als functie van t luidt 210 cosinus alpha keer t. En mijn y van t luidt 2000. Wat een wel lelijke grote getallen. En zo'n getallen in de wiskunde hoeven getallen eigenlijk niet groter te zijn dan 5 meestal. Hè? Voor de rest gebruik je gewoon variabelen. Maar bij het wiskunde B-examen en de wiskunde A-examen zijn ze toch heel erg dol op getallen. Jammer. Maar goed. Oké, dat is leuk. En nu moeten we die t moet eigenlijk weg. Nou, we willen i uiteindelijk weten, dus die t moeten we vervangen. En dit is helemaal product. Hier kun je gewoon zeggen dat t gelijk is aan x gedeeld door 210 keer cosinus alpha. Dus laten we dat doen. T is x gedeeld door 210 keer cosinus alpha. En die gaan we dan hier invullen. Dus deze gaan we invullen. En die gaan we invullen. Dus dan krijg je i. De t's laat ik nu weg. De t hebben we niet meer. 2000 plus 210 keer de sinus van alpha keer x gedeeld door 210 keer de cosinus van alpha, ja, min 4,9 keer het kwadraat van dit ding. Hè. Laten we dat meteen even uitrekenen. Dus dan krijgen we hier x kwadraat, krijgen we 210 kwadraat en cosinus kwadraat alpha. Oké, 210 hier valt weg, zie je dat? En sinus alpha gedeeld door cosinus alpha is gewoon tangens alpha. Dus die 2000 verandert niet. En dit ding, dat wordt gewoon tangens alpha keer x. Dat is leuk. Min, en dan hebben we hier eigenlijk 4,9 gedeeld door 210 kwadraat. Even kijken. Mintekens toetsen we lekker niet in. Gedeeld door 210 in het kwadraat. Oké. Dat is dit, dat ziet eruit als een breuk. Welke breuk, meneer? Nou, 1 9000ste. Dus min 1 9000ste keer cosinus kwadraat van alpha. En dan ook nog keer x kwadraat. Nou, dat is wat we moesten laten zien. En dat is deze formule. Dan, een lavabom wordt onder een hoek van 1 radiaal weggeslingerd. Het is een beetje een raadsel waarom ze hier zo graag het in radialen doen. Want ze doen verder helemaal niks met die radialen. Het wordt net zo goed als in met graden doen. Maar oké. Deze lava komt op een bepaalde afstand van de vulkaan op de grond. Bereken deze afstand.
Welke afstand van de vulkaan komt deze lavabom op de grond? Geef je antwoord in honderden meters nauwkeurig. Nou, de grond zit bij IJs 0. Dat staat ook nog even in de tekst. Dus eigenlijk willen we gewoon oplossen. Dit ding is 0. Met alfa is 1. Dus ja, waarom zouden we niet gewoon onze rekenmachine invullen? Hè? Zo. 2000 plus de tangens van 1 keer x. Ik had gelukkig niemand die zijn rekenmachine op radianen had staan. Op graden bedoel ik, sorry. 1 gedeeld door 9000 keer cosinus 1. Het zijn van die lelijke getallen. Waarom? Keer x kwadraat. En window. Nou, weet ik veel. Min 2 kilometer. Tot 8 kilometer of zo. Ik weet toevallig al wat eruit komt. Dus dat is een beetje flauw. En ja, de hoogte van die vulkaan. Dat begint op 2 kilometer. Wel een forse vulkaan. Ik zou aan mevrouw Siet moeten vragen. Of dat normaal is. Maar oké, krijgen we nu iets in beeld. Oké. Wow, die lavabom die komt best wel hoog. Die gaat helemaal buiten het beeld. Maar hier gaat hij omlaag. Kijk, die lavabom die wordt afgeschoten met 1 radiaal. 1 radiaal is ongeveer 60 graden. Dus hij gaat niet hier naar beneden geschoten worden. Hij wordt hier omhoog geschoten. Dus hier komt hij op de grond. Dit punt willen we vinden. Dus dan gaan we eerst opschrijven wat we doen. Dan zeggen we I1 is 2000 plus de tangens van 1 keer x min 1 gedeeld door 9000 keer de cosinus kwadraat van 1 keer x kwadraat. Ja, heb ik de cosinus kwadraat eigenlijk wel gedaan? Ja, oké, goed. Dan gaan we hem calc 0 doen. Hè. Snijden met de x-as, daar hoef je geen tweede functie voor in te doen. Dus dat mag wel of niet. Left bound. Left bound is links van dat hij 0 is. Dus dat is hier of zo. Right bound is net onder de as. Dat is hier. Dat kan je zien, en het i is negatief. Dus ik weet zeker dat ik onder de as zit. Dus waar zit dit dan? Calc intersect geeft x is 5118,453. Maar het moest op honderden meters nauwkeurig. Dus het is zoveel meter. Oké. Dat was som 13. Dan zeggen ze formule 2 kan worden herleid tot 1 plus tangens kwadraat gedeeld door 9000 keer x kwadraat plus tangens alfa plus x plus 200. Laat dit zien. Kunnen jullie dat laten zien? Misschien wel. Denk maar even aan de afgeleider van de tangens. Misschien heeft het daar iets mee te maken. In figuur 2 is bij de parabolische banen van een aantal lavabommen een gestippelde kromme getekend. Deze kromme stelt de uiterste grens voor van het gebied dat door deze lavabommen kan worden bereikt. Buiten dit gebied ben je veilig voor de lavabommen, maar niet voor alle andere zooi en zo. Gegeven de formule van de gestippelde kromme is dit. Alle banen van de lavabom hebben precies één punt gemeenschappelijk met de gestippelde kromme en raken dus aan deze kromme. Het bewijst dat alle banen van de lavabommen raken aan de gestippelde kromme. Oké. Het antwoordmodel heeft twee opties. Namelijk gelijkstellen aan elkaar en aantonen dat de discriminant gelijk is aan 0. Dat heeft bijna niemand gedaan. Er zijn wel heel veel mensen die het gelijk hebben gesteld en toen onzin zijn gaan opschrijven. Dus die hebben in ieder geval het punt van de van discriminant is 0. Ik zou het toch even willen doen op de standaard manier van hey, de functies moeten gelijk zijn en de afgeleiders moeten gelijk zijn. Dus laten we even kijken of dat ergens toe leidt. Dus eerst maar even de functies zijn gelijk. Dus min 1 plus tangens kwadraat alfa gedeeld door 9000 keer x kwadraat plus tangens alfa keer x plus 2000 moet gelijk zijn aan min 1 gedeeld door 9000
x² plus 4250. Dat wil ik. En dit is een vervelende vergelijking, kwadratievergelijking. Vervelend. Het is misschien net iets minder erg dan je denkt. Want kijk, die min 1 gedeelde 9000, die min 1 valt hier weg. Als ik dit naar de andere kant breng, dan hou ik over min tangens kwadraat alfa, dat is een alfa, gedeeld door 9000, keer x kwadraat, plus tangens alfa keer x. En dan die 4250 kan ik er natuurlijk ook ervan afhalen. Dit wordt 2250, is 0. Dus ja, het is niet echt een mooie vergelijking nog, maar ik heb in ieder geval term minder, een paar termen minder rommel. Oké, maar deze parkeren we even, gaan kijken naar de afgeleide. Afgeleides moeten ook gelijk zijn. Wat is de afgeleide van deze zooi? Nou, die ene heeft als afgeleide 2 keer die 1 plus tangens kwadraat gedeeld 9000. Dus het wordt gewoon min 1 plus tangens kwadraat alfa gedeeld door 4500. Okay. Zo. Keer x plus tangens alfa. En dit moet gelijk zijn aan de afgeleide van dat andere ding. Maar dat is gewoon je min 1 gedeeld door 4500. Keer x. Dus hier valt hetzelfde weg als bij die andere. Die extra 1 hier die valt weg. Dus dan krijgen we min tangens kwadraat alfa gedeeld door 4500 keer x plus tangens van alfa is gelijk aan 0. Ja, nee, hebben ze hier expliciet gezegd dat alfa geen half pi mocht zijn of zo? Dat mag natuurlijk niet, hè, want die tangens doen het niet. Oh ja, hier. Kijk, mooi. Netjes, hè? Goed dat ze daar aan hebben gedacht. Oké, maar, beste mensen, alfa was ook geen 0 en pi. Dus ik kan rustig hier een tangens wegdelen. Dat boeit verder niemand. Dus, want tangens is geen 0. Dus ik breng even dit naar de andere kant en ik deel door de tangens van alfa. Dus dan krijg ik x gedeeld door 4500 is gelijk. Of ja, keer de tangens op. Deze heeft nog wel een tangens. Okay, dus wat ben ik nou aan het doen? Ik breng die naar de andere kant, zodat ik het minteken weg ben. En ik deel door een tangens. Dan heb ik bovenin heb ik x keer de tangens van alfa. Onderin heb ik 4500 en dat moet 1 zijn. Dus nu kan ik x uitrekenen. X is namelijk 4500 gedeeld door de tangens van alfa. Maar die 4500 gedeeld door de tangens van alfa, die kan ik misschien hier invullen. En misschien is het dan wel gewoon 0. Dus ik kan hem hier invullen. Ik kan hem hier invullen. Dus, nou, oké. Okay. Hopelijk komt er 0 uit. Dus ik krijg min tangens kwadraat alfa gedeeld door 9000 keer 4500 gedeeld door tangens alfa in het kwadraat plus tangens alfa keer 4500 gedeeld door tangens alfa min 2250. Oké. Goed, nou, die tangens kwadraat valt weg tegen die. En die 4500 kwadraat gedeeld door 9000, die moeten we even uitrekenen. Dus 4500 in het kwadraat gedeeld door 9000. Dat is 2250. Hé, hey. Dus min 2250. Oké. Die tangens alfa valt weg tegen die alfa, dit wordt 4500. En dit is nog een keer min 2250. Dus is inderdaad 0. Dus de afgeleides waren gelijk. Dat was deze x. En de functies zijn ook gelijk. Dus raken
En dat moest ik laten zien. Nou, best een vervelende berekening. Zeker als je daar midden op je examen mee wordt geconfronteerd, terwijl je al bijna geen tijd meer hebt. Maar goed, zo gaat het met wiskunde-examens. Oké, scheef asymptoot. We zijn nog niet klaar. De functie f is gegeven door fx is x plus 2 gedeelde x. De grafiek van f heeft een verticale asymptoot met vergelijking x is 0 en een scheve asymptoot. Onderstaande figuur is voor x groter dan 2 de grafiek van f weergegeven. De scheve asymptoot is gestippeld weergegeven. Oké, nou ik snap echt niet waarom sommige leerlingen opschrijven dat er verticale asymptoot zit bij x is 2. Ik snap ook niet dat mensen denken dat de scheve asymptoot x is, want de scheve asymptoot is y is x. Ja, niet vergeten volgende keer. Oké, maar even ter zake. Op de grafiek van f ligt een willekeurig punt, p, p, p plus 2 gedeelde p. En dat p plus 2 gedeelde p vind je door die p in te vullen. En dan zeggen ze de raaklijn aan de grafiek van f in p. Snijd de verticale asymptoot in punt Q en de scheve asymptoot in punt R. Zie de figuur. Bewijs dat P het midden is van lijnstuk QR. Oké, nou, een heleboel te berekenen hier. Goed, ik wil even een schetsje maken. We hebben hier de X-as en de Y-as. We hebben hier een scheve asymptoot. En dan zit hier een mooie grafiek zo, die keurig zo. Zo langs de asymptootjes loopt. Hier is een willekeurig punt P. En dan snijdt die raaklijn de scheve asymptoot in R en de verticale asymptoot in Q. En dan moeten we laten zien dat dit het midden is. Dat willen ze. Oké, nou, de x-coördinaat van P is P, de y-coördinaat is P plus 2 gedeelde P. En laten we eens even kijken wat eigenlijk die asymptoten zijn. Even de functie opschrijven. Fx is x plus 2 gedeelde x. Nou, x is 0 mag niet. Je hebt geen perforatie, want je hebt geen 0 gedeeld door 0. Dus dan weten we dat verticale asymptoot is x is 0. Ja, x is 0 mag niet. En dit ding gaat naar 0 als x naar plus of min oneindig gaat. Scheef asymptoot is wat je hier overhoudt. Y is x. Deze keer hoefde je niet op te schrijven dat dit ding naar 0 gaat als x naar plus of min oneindig gaat. Maar soms moet dat wel. Schrijf het maar gewoon wel op. Wat in ieder geval niet hoeft, is dat je hier eerst een hele breukverval gaat maken. Door deze boven en onder met x te vermenigvuldigen. En dan weer een staardeling gaat doen om weer op die x uit te komen. Dat voegt niet zoveel toe. Het is niet fout, maar het is een beetje zinloos. Oké, nou laten we de raaklijn gaan maken in P. Raaklijn in P. Nou, dan moeten we die f even differentiëren. Dus dan krijgen we f accent x is gelijk aan 1 plus, of min, hè, min 2 gedeelde x kwadraat. Hoezo, meneer? Nou, 2 gedeelde x is 2 keer x tot de macht min 1 en die min komt er dan voor en hier gaat er eentje af. Maar dan willen we die afgeleide hebben in p. Dus we hebben p in. Goed, dus onze lijn, onze raaklijn, die heeft als formule i is ax plus b. Maar a, dat is 1 min 2 gedeeld door p kwadraat keer x plus b. En hij moet door p. Dat betekent dat als we voor x p invullen, dat de uitkomst dan p plus 2 gedeelde p moet zijn. Dus dit puntje hier, dat is p plus 2 gedeelde p. Dus ik wil dit. Als ik voor x p invul, dus dan krijg ik 1 min 2 gedeelde p kwadraat keer p plus b. Dan wil ik dat dit gelijk is aan p plus 2 gedeelde p. Oké, nou, haakjes uitwerken. Dit wordt p min 2 gedeelde p. Zie je dat? Hier staat een min. Plus b is p plus 2 gedeelde p. Dus ja, die p'en vallen weg. En dan krijg ik hier b is 4 gedeelde p. En dat is meteen ook mijn q. Q zit bij 0 en 4 gedeelde p.
Want Q is het snijpunt met de y-as. Hè, omdat de verticale asymptote was x is 0. En x is 0, ja, dat wordt ook wel eens de y-as genoemd. Oké, goed. Dus nu hebben we Q al, nu moeten we R nog even berekenen. R is het snijpunt met de scheve asymptoot. Dus nu wil ik dat die formule die we net gevonden hebben gelijk is aan x. Dus dan krijgen we dit. Dan krijg je 1 min 2 gedeeld door p kwadraat keer x plus 4 gedeeld door p. Dat was mijn b. Dit moet gelijk zijn aan x. Dan werken we die haakjes uit. Dus dan krijg je hier ook x. Min 2x gedeeld door p kwadraat. Plus 4p is x. Zeg je, hey, deze x vallen weg. Dan brengen we de 2x gedeeld door p kwadraat naar de andere kant. Dus dan staat er 2x gedeeld door p kwadraat is gelijk aan 4 gedeeld door p. Nou, dan doen we alles keer p kwadraat en gedeeld door 2. Dus dan krijgen we x is 2p. Dus dat betekent dat punt R zit bij 2p,0. Nou, als ik nou hier het midden van ga berekenen, doe ik die plus die gedeeld door 2. Dat is p. En die plus die gedeeld door 2 is 2 gedeeld door p. En dit is inderdaad mijn p. Dus dat klopt. Dat moet je nog even netjes opschrijven. Ik heb het nu netjes uitgelegd, denk ik. Oké, dat was leuk. Dat was som 15. Dan gaan we naar som 16. De vlieger. En we gaan even naar een extra bordje wat ik heb. Zo. Want het bord was een beetje vol. Goed. Gegeven zijn voor A grote 0 de punten. A, B, C en D met coördinaten. Vierhoek, A, B, C, D is een vliger. In figuur 1 is een vlieger getekend door A is 2. Dat is leuk. De middenloodlijn van een lijnstuk gaat door het midden van dat lijnstuk en staat loodrecht op dat lijnstuk. Ja, dat is de definitie van middenloodlijn. Dat weet iedereen toch? Maar ze hebben het cadeau gegeven hier. Dus dat betekent dat ze vast een hele moeilijke vraag erover gaan stellen. Voor A is 2 gaat de middenloodlijn van lijnstuk AB niet door D. Bereken exact voor welke waarde van A de middenloodlijn van lijnstuk AB wel door D gaat. Ja, nou toen ik deze som zag, moest ik even denken en toen zei ik van nou, het zal wel een gelijkzijdige driehoek zijn. Maar dat is een beetje flauw om dat zo te doen, want het moet er een beetje leuk blijven voor als je nog wat wil leren. Dus misschien denk je van een gelijkzijdige driehoek zou best kunnen, maar anders gaan we het gewoon eventjes netjes tekenen. Dus we hebben hier, schetsen, tekenen is te veel tijd. Dus hier hebben we die C. Hier hebben we die B, hier hebben we die D en hier zit dan die A en die A die is variabel. Dus dit stukje, dat is A. En die middenloodlijn die gaat door het midden van AB loodrecht, dus ongeveer zo. En dit punt noemen we maar even M. Misschien kunnen we het met de richtingscoëfficiënten doen of zo. Kijk, de richtingscoëfficiënt van AB is 1 opzij, A omlaag. Dus is dat het verticaal gedeeld door horizontaal, dus het is min A. Ja, je zit hier op hoogte A, je gaat 1 opzij, dan ben je bij 0, dan ga je dus elke keer A omlaag. Dus de richtingscoëfficiënt van de middenloodlijn, laten we de middenloodlijn even L noemen. Keer de richtingscoëfficiënt van AB moet 1 zijn, dat was loodrecht. Dus de richtingscoëfficiënt van L is gelijk aan 1 gedeeld door A. Oh, de 1, min 1. En weet je nog, product van de richtingscoëfficiënten moet min 1 zijn. 1 gedeeld door A. Dus de vergelijking van L ziet er als volgt uit. I is 1 gedeeld door A keer X plus B. En die B kan je vinden omdat hij moet door M. M is het midden van AB, dus dat is de helft van 1 en de helft van A. Dus die lijn die moet door dit punt gaan. Dat betekent dat als je voor X die half invult, dan wil je dat er voor I een half A uitkomt. Dus B is een half A
plus 1 gedeeld door 2a. En als je dat leuk vindt, kan je dat als een breuk schrijven. En dan maak je ervan, hier maak je van bovenin met a vermenigvuldigen, onderin met a vermenigvuldigen. En dan staat er a kwadraat plus 1 gedeeld door 2a. Dus de vergelijking van die lijn is, I is 1 gedeeld door ax plus a kwadraat plus 1 gedeeld door 2a. Maar hij moet door d. Dus als x is min 1, moet de uitkomst 0 zijn. Dus dat gaan we nog maar invullen. Dus dan doen we min 1 gedeeld door a plus a kwadraat plus 1 gedeeld door 2a. Dit moet 0 zijn. Nou, we maken er even één breuk van door deze ook eventjes boven en onder met 2 te vermenigvuldigen. En dan krijgen we iets wat ik niet verwacht. Oké, even kijken of die het wel doet. Als ik voor x een half invul. Nee, dan gaat hier iets mis. Oké, ik heb iets verkeerd aan de andere kant gebracht. Kijk, die 1 gedeelde a keer een half, dat als je dat naar de andere kant brengt, wordt het min 1 gedeelde 2a. Zie je dat? Dus dan wordt dit min 1. Nog iets verder uitgummen. Zie je dat? En dan wordt dit ook min 1. Oké, en nu gaat het wel goed. Want nou kan die min 2 gedeeld door 2a en die min 1 gedeeld door 2a, daar maak je er min 3 van. Zo staat er a kwadraat min 3 gedeeld door 2a is 0. Ofwel, a kwadraat is 3. Dus a is plus of min wortel 3. Maar a moest positief zijn. A is wortel 3. Dat is je antwoord voor a. Mooi som, denk ik. Hoewel, kijk, als je nou meteen had gezegd van het is een gelijkzijdige driehoek. Met hier, dit hele ding 2, en dan is dit 1, dan is dit wortel 3. Dan ben je er zo, want dit is a. Bij een gelijkzijdige driehoek heb je dat de middellijn en de zwaartelijn hetzelfde is. Eigenlijk wil je gewoon dat je bij DBA, dat je de zwaartelijn en de middellijn hetzelfde hebt. Maar in ieder geval, zo kun je ook op wortel 3 komen. Goed, volgende vraag. In de hoekpunten van de vlieger bevinden zich puntmassa's. In punt A zit er gewicht 2. Even schetsen. Oké. Ik ga de gewichten even met een kleurtje aangeven. Anders zijn het al zoveel getallen. Dus dit is D. Dit is C. Dit is B. Dit is A. En dit stukje dat is weer A. Kleine a. Oké, even een kleurtje. In punt A zit gewicht 2. In punt B en D zit gewicht 1. En in punt C zit gewicht A. Oké. En hebben ze een zwaartepunt hebben ze getekend. Voor een bepaalde waarde voor A. Als A groter wordt, verschuift het punt A 0,a over de i-as omhoog en neemt het gewicht in C toe. Ook het zwaartepunt Z van de vier puntmassa's verandert van plaats. Wanneer A onbegrensd toeneemt nadat het zwaartepunt Z tot een vast punt P bewijst dat de i-coördinaat van dat punt gelijk is aan 1. Spannend. Ze hebben het over de i-coördinaat van het zwaartepunt. Laten we eventjes praten over de zwaartepuntvector. Zwaartepuntvector is 1 gedeeld door de totale massa keer. En dan moest je de massa van een punt vermenigvuldigen met de vector van dat punt. Dus 2 keer a. Hè.
En 0,a is dat. Zo. En dit punt heeft een massa van 1. En dat moet vermenigvuldigd worden met min 1,0. En dat andere punt heeft ook een massa van 1. Dat moet vermenigvuldigd worden met 1,0. En dat laatste punt had een massa van a. En dat moet vermenigvuldigd worden met 0,1. De totale massa is 2 plus 1 plus 1 plus a. Dus dat is 4 plus a. Dus dan krijg ik 1 gedeeld door 4 plus a. En dan bovenin krijg ik dan 2 keer 0. En 1 keer min 1, 1 keer 1, dat valt samen wel eens aan 0. Dat is gewoon 0, een beetje saai. En aan de onderkant krijg ik 2a. Oh, wacht even. Deze is min 1, hè? C zit bij min 1. Dus dan krijg je 2a min a. 2a min a, dat is a. Dus voor de y-coördinaat van het zwaartepunt geldt deze formule a gedeeld door 4 plus a. Dan moet je de limiet nemen. Dus dan nemen we de limiet voor a gaat naar oneindig. Van a gedeeld door 4 plus a. En dan... Ja, dan is het niet de bedoeling dat je meteen het antwoord opschrijft. Dan is de bedoeling dat je eventjes naar de standaardlimieten gaat kijken. En de standaardlimiet, die kan je vinden door alles even te delen door a. Dan krijg je dit. En dit is een standaardlimiet. En deze gaat naar 0. Dus dan hou je inderdaad over 1 plus 0. 1 gedeeld door 0 plus 1 is 1. En dat moesten we laten zien. De y-coördinaat van p. Goed. Nou, dat is leuk. Dan sluiten we nog even af. Ik hoop dat jullie het ook een leuk examen vonden. Maar ja, het zal over het algemeen wel niet. Oh. Hey. Ja. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.